Matthias, Robin en Simon presenteren De Spellencast. Dag Robin, dag Matthias. Hey. It's a me, Matteo. Oké, het gaat weer een avond worden. We hebben alle drie geen spel voorbereid, want we hebben opnieuw een gast. Dag Arno. Hallo. Arno, jij bent al een paar keer vernoemd in de podcast. Echt? En af en toe in een aflevering kom je wel een keer te sprake. Ach, ja. Vandaar dat je er nu ook gewoon een keer volledig bij bent. En je hebt voor ons één of eigenlijk meerdere spelletjes meegebracht. Mm-hmm. Zeg maar. Ja, het spel der spellen natuurlijk. Cookie Clicker. Nee, ik heb voor jullie de Dark Souls-serie mee. Dark Souls 1, 2 en 3. We kunnen misschien kort uitwijken naar de aanverwante spelletjes, maar misschien best toch wel focussen op die. Ja. Yeah. Ja, dat is een goed idee. Wij hebben samen al kort een stukje gespeeld van Dark Souls 1. Dat heb ik dan gespeeld. Robin heeft Dark Souls 3 gespeeld. Yep. Matthias, jij had de 1 al volledig uitgespeeld, dacht ik. Ik heb Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2 en Bloodborne gespeeld. Ja. Dat is een beetje allemaal in dezelfde soort games. Dus jij had al... Maar van Dark Souls 1 en 2. En 3 ben ik bezig. Ja, voilà. Dus maar voor mij was het alleszins iets volledig nieuws. Hè. Ik had er al van gehoord. Ik ken natuurlijk de memes You Died. Hè. Yep. Maar classic. Tot daar mijn kennis. Dus vandaar was ik wel blij dat we dan een keer konden bespreken, dat ik dan een keer kon spelen. Dus misschien moet je... Spoiler, we died. A lot. Veel van die. Misschien moeten we beginnen met een keer heel kort te overlopen voor de mensen, net als ik, die Dark Souls niet kennen, wat Dark Souls juist is. Ja, eigenlijk heeft Matthias in de Hollow Knight aflevering dat al super goed uitgelegd, eigenlijk beter dan ik het zelf zou kunnen, dus dank daarvoor, Matthias. You're welcome. Meteen al een callback naar een vorige aflevering. Oké, super goede aflevering trouwens. Eigenlijk kunnen we gans deze aflevering gewoon blijven terugverwijzen naar Hollow Knight, want de belangrijkste dingen zijn denk ik wel al besproken. Ja, maar Hollow Knight is de kopie en Dark Souls is het originele, dus ik zou toch... Wel, de Souls-like elementen komen zeker overeen, maar het Metroidvania-gedeelte, de platforming en zo, dat zijn dingen die wel volledig ontbreken in Dark Souls. Ja, ik had niet zo platformer-vibes, als ik... Nee. Nee, er waren toch stukjes dat ik toch zo het gevoel had van... ben hier toch aan het springen. Ja, ze zijn zeldzaam. ik miste wel de jumping puzzles. Goed, als we moeten Dark Souls in een genre gieten, wordt meestal geclassificeerd als een western action roleplaying game. De term western is een beetje verwarrend misschien... Eigenlijk betekent dat het een Japans spel is, maar in de westerse, middeleeuwse fantasy setting. RPG is denk ik iedereen wel kent qua term. Het gaat eigenlijk rond in de wereld, gestuurd één manneke, geen party. Geeft die zelf een beeld en zo, en daarmee vecht je tegen monsters en verkende de wereld. Daar komt het eigenlijk op neer. En inderdaad, gelijk dat je zegt, de Hollow Knight aflevering, daar is al veel aan bod gekomen. Maar dit was wel het origineel. Ik heb het eigenlijk niet opgezocht, maar wanneer is Dark Souls 1 eigenlijk uitgekomen? Ja, de geschiedenis van hoe dat Dark Souls uitgekomen is, is wel wat interessant. Ga ik even terug naar de vorige eeuw, 1995. Dus de ontwikkelaar was From Software. Toen is er een spel uitgekomen, Kingsfield, van From Software. Dat was een soort van first-person action RPG. Je zat in een donkere grot, gevocht met monsters. Het was niet zo gemakkelijk. Dus je ziet er zo al wat vroege invloeden. Zo'n beetje de spirituele voorganger. Bepaalde wapens die typisch zijn voor Dark Souls kwamen er ook al in voor. Maar echt van Dark Souls of Demon's Souls was er niet echt sprake. En dan even...
vooruit naar 2004, een bepaalde man, Hidetaka Miyazaki. Dat was een IT-developer en die is veranderd van job. Die is bij From Software gaan werken. Was toen maar 29 jaar aan het spel Armored Core. En terwijl hij daar werkte, hoorde hij dat er een ander spel gemaakt werd, Demon's Souls. En Demon's Souls, dat ging eigenlijk niet goed. Dus hij vroeg zelf dat hij kon overgeplaatst worden naar Demon's Souls, omdat hij wat op zoek was naar een spel dat hij zelf kon maken. En hij hoorde dat het faalde, dus hij zag daar een goede kans. Hij dacht dat hij het wel kon hebben. Hij dacht dat hij... hij zag daar de kans om zelf iets op te starten. Mm-hmm. Het bedrijf had ook zoiets van, ja, dat spel is eigenlijk geflopt. Laat het hem hebben, en als het op niets uitdraait, verliezen we er ook niets aan. Dus hij is overgeplaatst naar Demon's Souls. Hij heeft eigenlijk het volledige spel bijna geschrapt, is volledig opnieuw begonnen. En daar heeft hij echt zijn eigen filosofie in gegoten. De filosofie van het zelf ontdekken. Die filosofie die zo typisch is voor die Soulsborne games. We kunnen daar straks nog wel op terugkomen. Dat spel is in Japan eerst uitgebracht door Sony. Maar op voorhand wouden ze niet zeggen tegen Sony dat het eigenlijk een moeilijk spel ging zijn. Maar ze bang waren dat Sony hem ging boeien. En het makkelijk ging moeten maken. Ja, dus ze hebben dat nooit kunnen zeggen. Ja. Het kwam dan uit op gamebeurzen. De mensen probeerden het zo een keer 20 minuutjes, een half uur keu, en eigenlijk waren over het algemeen teleurgesteld. Sony heeft het uitgebracht in Japan. De sales waren niet goed. En Sony heeft dan ook beslist om het niet buiten Japan uit te brengen. Gelukkig is From Software dan wel met Atlas en Bandai Namco in zee gegaan om het in Europa en in de VS toch uit te brengen. Mm-hmm. Oorspronkelijk was het daar ook niet zo goed onthaald, maar beetje bij beetje begon het ze toch wel naam te maken van ja, dat ene moeilijk spel daar op de markt, en er begonnen ze wat meer mensen geïnteresseerd te geraken. Het is een beetje cult following zo. In het begin wel, ja, maar toch... Is het echt wel zo moeilijk? Ja, inderdaad, het intrigeerde mensen wel, dus... En het stond daar echt onbekend, hè. Dat ging echt rond van, deze spel is zo hardcore dat het bijna belachelijk is. Dus dat was inderdaad zoiets mysterieus en intrigerend, denk ik, waardoor dat mensen dat wel eens wilden testen. Ja, dus de sales zijn dan ook heel geleidelijk aan wel beginnen verbeteren, totdat ze eigenlijk goede verkoopcijfers begonnen halen. Nu, Sony had gezegd dat ze eigenlijk niks meer met Demon's Souls zouden te maken hebben, maar Bandai Namco, ja, die had heel goed verkocht in Europa en die kwamen opnieuw bij From Software van, wilde daar een opvolger van maken. Hidetaka Miyazaki, die wou dan Demon's Souls 2 maken, sorry. Maar Sony die had de rechten nog op Demon's Souls, dus ze moesten van naam veranderen. Eerst wilde hij dan het spel Dark Ring maken, naar de dark sign die je krijgt als je vervloekt bent in het spel. Maar dat had in het Engels zo wat ongepaste connotaties. Dus hebben ze de naam veranderd naar Dark Souls. Dark Souls is uitgekomen in 2011, tussen een aantal andere grote bekende spelletjes, maar ze deden toch iets volledig anders en het is vrij snel aangeslaan, het is populair geworden en de rest is geschiedenis, hè. Dus Dark Souls 2 en Dark Souls 3 zijn ondertussen ook uitgekomen, Bloodborne heeft de studio nog uitgebracht, Sekiro, Elden Ring recent nog opnieuw een kaskraker geweest. Ja. En een remastered van zowel Demon's Souls als Dark Souls ook nog. Ja, inderdaad. Ze hebben ook allemaal DLC gekregen. Het is ondertussen toch een van de meest invloedrijke series geworden. Ja, het heeft veel invloed. Het komt in veel media terug. Hè. Ja, zeker. En zoals ik ook zei tijdens de Hollow Knight aflevering, het heeft zijn eigen genre gewoon weg ontwikkeld. Hè. Souls-like is een genre geworden waar veel spelletjes nu invloeden van Dark Souls gaan halen eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Ik had nog nooit Dark Souls echt gespeeld, maar ik wist wel wat dat was. Hè. En ik bedoel, ik wist wel het soort spel dat was en dat zo hardcore is en dat ik niet veel doodgaat. En dat kun je niet van onderuit. Als je iets van gaming volgt, dan komt het er sowieso mee in aanraking. Nee, het heeft zelfs buiten het Souls-like genre, heeft het de meeste genres
denk ik wel veranderd. Als ik zo terugkijk naar de jaren 2010, toen wij allemaal zelf zo wat begonnen in games te geraken. We hadden in de action RPG had ze wat de hack and slash games, de button mashers. Maar de combat zoals deze, dat was er niet echt. En dat begint nu, moet dat precies in elk spel gestoken worden. Ja, ja, ik denk dat je daar wel gelijk hebt inderdaad. Zo die snappy, reactive combat. Ja, maar dat is nu een beetje de standaard geworden. Ja, ja. Je hebt het button mashen à la God of War van vroeger, maar ja, dus hier ga je niet ver geraten daarmee. Nee, hier moet je echt heel tactisch en op de juiste moment dodgen, je animaties goed in gedachten houden van dat gaat zo lang duren als ik dodge, of als ik nu ga health potion nemen, gaat dat zo lang duren en ben ik voor zo lang vrij om gehit te worden. En dat soort zaken. De combat is heel... Ja, heel dat dynamisch. Heel, ja. Nee, dat zijn die typische kenmerken inderdaad voor die combat. En ik heb maar dat is inderdaad de baseline geworden voor bijna elk spel nu, eigenlijk. Ja. Ik heb de nieuwe God of Wars niet gespeeld, maar als ik die zie, dan gaat ook veel meer daar naartoe. De nieuwe God of Wars, die van 2018 en de God of War 2 ook nu, die voelen echt aan als een Dark Souls-spel qua combat. Ja, ja. Oh, wow. Ja. Zelfs Assassin's Creed, die een stealth game was. Ik heb nu de Assassin's Creed Origins bijvoorbeeld nog gespeeld. Ook Assassin's Creed moest plotseling Dark Souls combat hebben. Ja. Ja, dus inderdaad, de invloeden reiken heel ver eigenlijk. Ja, Simon, de Assassin's Creed fan. Ja. Geen fan van de nieuwe? Nee, ik ben afgehaakt na... Unity. Mm-hmm. Dat is al even geleden. Nee, dat was Black Flag. Oh, dat is zo'n goed spel. Sorry. Daar komt nog een volgende aflevering over. Dus, Eerlijk gezegd, fan zijnde van Assassin's Creed en van Dark Souls Combat, vond ik de Dark Souls Combat en de nieuwere Assassin's Creed games ook niet goed. Dus we kunnen allemaal bashen op de nieuwe Assassin's Creed. Voilà. Kennen jullie de Golden Joystick Awards? Ja. 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 Dus elk jaar kunnen mensen stemmen wat als de beste spelletjes van dat jaar zijn vinden. In 2021, ter ere van 50 jaar games, hebben de Golden Joystick Awards eigenlijk een competitie opgezet voor wat is het beste spel ooit. Iedereen kon erop stemmen. Mm-hmm. En dat is gewonnen door Dark Souls 1. Dus ze dragen nu ook de titel The Ultimate Game of All Time. Oké, okay, damn. Ja. Ah, Dark Souls 1 heeft dat... Ik dacht dat Power Slide dat ging winnen. Die waren tweede. Ja. Oké, okay, we hebben al naar 3 vorige afleveringen verwezen. Ja. Welke moeten we nog allemaal hebben? Ja, kijk naar het scriptje dat ik u op voorhand gestuurd had. Ja, nee. Ik heb een vraagje. Mm-hmm. Het is zo... Best game ever en al. Waarom kan je het niet meer kopen, eigenlijk? De Dark Souls 1 is van Steam gehaald toen Dark Souls Remastered uitgekomen is. Ah, en Dark Souls Remastered kan je wel nog kopen? Ja. Ah, oké. Okay. Omdat dat eigenlijk praktisch hetzelfde spel is. En waar zit het verschil dan in? Ja, ik denk dat ze zo een beetje graphics veranderd hebben, de HUD een beetje geoptimaliseerd hebben en zo. Ah, ja, oké. Okay, ja, okay. Zeker met Dark Souls 1, dat hebben we ook wel gemerkt. Dat was eigenlijk een PlayStation-spel dat gemaakt is op vraag van Sony, dat ze dan gepoord hebben naar PC, zonder ervaring te hebben met PC-games. Dus de versie op PC, ja, die resolution, die werkte niet. De graphics werkte niet. Ja. Ja, en... zonder controle was het ook echt onspeelbaar op PC eigenlijk. Ja, dat zijn dingen die opgelost zijn in de remastered. Mm-hmm. Ja, ik heb nu Dark Souls 3 gespeeld, met keyboard en muis, en ik moet zeggen, dat voelde wel goed aan. Ja, ik denk dat die problemen vooral bij de eerste waren eigenlijk. Ja, ik vond ook... ik heb nu de eerste gespeeld, wel met controller, en ik vond ook nog altijd dat de controls niet zo intuïtief waren. Er was zoiets met de layout van de knoppen, die niet... Het heeft zijn eigen layout. Klikte. Ja, die niet meteen klikte. Hey, ik ben gewoon dat vierkantje slaan is. Maar vierkantje was dan uw item gebruiken, waardoor ik in die introzone meteen gewoon bommen begon te smijten.
die achteraf gezien maar eenmalig zijn en overpowered zijn eigenlijk. Dus eigenlijk nog voordat ik de eerste gang uit was, was ik al 3 bommen kwijt van de 10. En... Ja, maar je hebt daar wel de tutorial boss gekild, wat dat blijkbaar niet de bedoeling was. Ja, dat was ook... ja, ik had de bommen was eigenlijk het enige dat ik zeker wist waar dat zat op de controller. Dus ik dacht, ik ga die wel bommen smijten. Ja, je hebt eigenlijk die boss was niet gehit met een wapen, hè. Je hebt gewoon 4 bommen gesmeten. Ah ja, waarom zou ik er dicht in de buurt gaan staan? Range ja, damage, baby. Er was daar geen achievement voor. Nee. En die bommen waren ook on purpose heel overpowered, volgens mij. Dat is zo'n starting item om je echt zo'n beetje een startend voordeel te geven. Ja, ja wel raar. Het was mooi meegenomen. Het was alleen dan inderdaad wel wat grappig dat Arnoud dan moest zeggen van... Ja, eigenlijk was het wel niet de bedoeling dat het in een bos ging killen. Nee, ja, eigenlijk het... leert het spel u daar al de eerste les. Maar je hebt die les gewoon geskipt en was gewoon doodgeslaan. Ja. En dat kwam wel terug in de rest van mijn playthrough, dat ik die les gemist had. Van mezelf ook. Een dat beetje later, bij al die skeletten die daar blijven spawnen en gewoon... erin lopen, doodgaan. Oké, dan gaan we nog een keer proberen. Weer erin gaan, weer doodgaan. En ja. Ja, ik heb er toen ook zelf begon te spelen, heb ik tegen diezelfde skeletten 6,5 uur staan vechten. Ik ging dood van jacht. Dark Souls is een moeilijk spel. Het is normaal dat dit moeilijk is, dus ik bleef gewoon tegen die skeletten vechten. Levelen, heel traag, beetje bij beetje, tot ik mijn 6,5 uur zoiets had van, allee, dit kan toch echt niet normaal zijn. En dan zocht ik het op van tips van how to start Dark Souls. Bleek dat ik totaal de verkeerde richting was uitgelopen. Net zoals dat bij u eigenlijk het geval was. Hè? Mm-hmm. En plots was de andere richting kei makkelijk omdat je al level 30 waard of zo. Ja, ja, inderdaad. Robin, je hebt Dark Souls 3 gespeeld. Hoe is uw playthrough lopen? Goed. Ja, ik ben maar 7-8 keer dood gegaan. Viel zeer goed mee. Ja, ik werd natuurlijk wel een beetje gecoacht door jou. Ik moet wel zeggen, als je door het level ging, de eerste boss dan, hè, al de gewone vijanden en zo, het leek alsof je het al had gespeeld. Het ging goed. Het ging veel beter dan dat de eerste keer ging. En ik kwam van Dark Souls 1. En 2. Dat stuk voor de eerste boss was ook shit easy. Ik moest gewoon links klikken en dingen gingen dood. Je zou ervan verschieten voor veel mensen dat dat niet zo makkelijk is als dat voor u was. Ah ja. Oké. Maar ik heb ook ervaring in games like Dauntless en Chivalry. Dat is ook een beetje reaction en dodgen en op tijd je shield en openings. Dus ik weet niet, misschien daarvan al een klein beetje ervaring. Maar ja, dan kwamen we aan de eerste boss, hè. Vol goede moed erin gaan. Het was wel cool omdat de area er zo verdacht uitzag. En dan zag ik al die bloedvlekken op de grond. en blijkbaar ook de ghosts van spelers die daar dood gegaan zijn. En spelers die op het moment zelf aan het spelen waren ook. Dat was echt wel een coole touch. En dat zorgde ook wel een beetje voor... Anticipatie. En een gevoel van, what the fuck, waarom... Gaan die ineens zo massa's weggeslingerd worden of in de lucht aanvliegen? Wat gaat er hier gebeuren? Ja, dus misschien even ter context. Je hebt zo van die bloodstains op de grond en je kunt dan een soort van replay bekijken van een andere speler, hoe die daar gestorven is. Is dat iets uit Dark Souls 3 alleen of zat dat er ook al in Nee, dat zit... Nee. Ah ja, nee, dat zit in al die spelletjes. Dat komt ook terug in de lore, maar zo de... Je speelt eigenlijk in een multiversum of zoiets. En elke speler die een playthrough start, heeft zijn eigen universum waarin dat hij de protagonist is, de chosen one. Nee. Maar de tijd en ruimte zijn allemaal een beetje distorted aan het geraken en die planes beginnen zo te intersecten met elkaar. En daardoor kun je eigenlijk glimpsen van andere mensen in een wereld en de nieuwe zien. Dus je kunt bijvoorbeeld een boodschap op de grond schrijven, en dan komt die ook effectief in de wereld van iemand anders. Of je kunt effectief zelfs overgaan naar de wereld van iemand anders. Ja, maar dat is enkel in een 3. Nee, dat is 1, 2, 3. Ik denk ook Demon's Souls. Ook Demon's Souls, ja. Dat is eigenlijk echt typisch voor een Soulsborne spel. Okay. En dat is ook een van de dingen wat het voor mij zo typeert en het zo uniek maakt of zo. De innovatie die dat,
dat ze daarin gevonden hebben in hun online features. Want ook al is het een single-player game, voelt u eigenlijk nooit alleen. Wel, dat had ik nu wel bij mijn playthrough. Maar dat was misschien gewoon omdat er niemand was. Ja, je hebt een Dark Souls 1 gespeeld die eigenlijk al uit de Steam Store gehaald is, dus niet remaster. Die blijkt inderdaad leeg te zijn. En ik vond ook echt wel dat het spel dan eigenlijk heel veel van zijn ziel verloren heeft. Ja. Van zijn soul. Van zijn soul, ja. Sorry. Nee, ja. Dat moest even gebeuren. Je kunt het perfect nog spelen, hè, daar niet van. Maar het is toch wel een groot deel van je spel dat je online speelt. En hoewel dat je niet online speelt, niet met andere mensen rechtstreeks, maar toch zo die paar invloeden van dingen die binnencijpelen in uw wereld en zo. Er is leven altijd, hè? Er is leven altijd. En er zijn heel veel gameplay features die daarop gebouwd zijn, eigenlijk. Je kunt ook berichten achterlaten voor elkaar. Ja. Ja. Maar de manier waarop het gedaan is dat je niet gewoon een tekst kunt typen. Je krijgt eigenlijk allemaal keywords. Mm. En met die keywords moet je proberen je boodschap erdoor te krijgen. Zo creatief mogelijk. Ja, dus je leest dan zo obscure dingen en je weet eigenlijk niet helemaal wat dat een andere zegt. Big friend up ahead. Ja, bijvoorbeeld. Er zijn ook wel vaste grapjes die daardoor ontstaan zijn. Maar mensen kunnen je ook trollen, hè. Een klassieker bijvoorbeeld is Anne Cliff, Jump Down for Treasure. Ja. Met heel veel rode bloedvlekken er rond. Cool. Can't see anything wrong here. Nee, leuk. Ja, of zo van die... Goh ja. Van die licht seksuele mopjes of zo komen er ook vaak voor. Ja. Van die innuendo's dan. Innuendo's, ja, inderdaad. Als er ergens een vrouwelijke NPC is, dan staat er Amazing Chest Ahead of zo, van die dingen. Ja. Oh, je kon ook voten op elkaars messages, dus als een message helpful is, of ja... Of niet. Ah. Kun je dan zelf kiezen. Kun je die appraisen of zoiets. En dan, dan krijgt hij extra punten en zo. Ik weet niet meer van buiten of dat een voordeel had als uw message vaak geupvote werd. Ja, voor elke upvote kreeg je, ik ben nu aan het twijfelen, een humanity of een charge van uw Estus terug. Oh, oké. Ja. Dus als je ergens een goede message had gelaten, konden ze aan het spelen zijn, in een moeilijke bossfight zitten en plotseling... Ik kreeg zo'n gloei rond u en die een bonus midden in de fight. Dat was wel cool. Ah, ja, dus super cool eigenlijk dat je gereward wordt voor anderen te helpen ook. Hm. Ja. Cool. Anderen helpen. En mijn playthrough had ik dat ook gedaan. Een ghost gesummoned van een andere player. Ja. Dat is dan live dat je iemand anders in jouw spel kan halen om te helpen als ally. Ja, dus dat is cool. Dat zijn mensen die ervoor... kiezen vrijwillig om u te komen helpen. Ze krijgen er ook een reward voor als jij dan een boss verslaat. Ja. Dus als je ooit echt vastzit in het spel, kun je altijd een andere speler of zelfs meerdere andere spelers erbij halen. En plotseling is het makkelijk geworden. Dat was wel tof dat dat kon. Maar langs de andere kant was het ook een beetje jammer. Want als dat dan zo'n redelijk goede player is, heel de weg was voor mij gekleerd. Ik moest zelf niks meer doen. Ja. Je kiest natuurlijk wanneer dat je dat doet. Het is dat, het is volledig je eigen keuze voor er iemand anders bij te halen. Tenzij dat je geïnvade wordt, natuurlijk. Ja. Ook een mechanic die we misschien eens moeten uitleggen. Ik ben geïnvade geweest tijdens mijn playthrough. Hè. En dat was al direct een klote ervaring. Want die probeerde mij geband te laten worden. We weten dat niet zeker. Dus hij dropte dingen op de grond. Aan een ladder, zodat ik ze per ongeluk zou oppakken. Maar het kan zijn dat hij u effectief een goede item wou droppen om u te helpen. Want voor de rest leek hij u wel te proberen helpen. Ik heb u gewoon gezegd, pak het niet op. Ja. Want ik weet dat ze soms gehackte items droppen om u geband te krijgen. Maar voor de rest was hij wel vriendelijk. Hè? Hij deed me geen pijn of zo. Hij liep gewoon mee. Die invasions, dat vind ik wel echt... ook een supercool aspect aan het spel eigenlijk. Ook al kies je er niet voor om online te spelen. Allee, je kunt in het menu wel echt online features afzetten volledig, hè, maar oké, als je die aan laat staan en je kiest er niet echt vrijwillig van ik wil met andere spelers gaan omgaan of zo,
van het moment dat je human bent in het spel, staat je eigenlijk open voor invasions. Dus dan staat je wereld online en kan eender wie daar op eender welk moment eigenlijk binnenvallen en je komen proberen killen. En eender wie, dat is dan ook eigenlijk characters die ik weet niet hoeveel hoger level zijn dan je wil. Waar je in kans steekt. Dat is een beetje jammer aan de invasions. Dus het is een interessante mechanic. En eigenlijk is het mensen binnen uw level range die u kunnen invaden. Mm-hmm. Maar veel mensen gaan expres hun level zeer laag houden, ja. Maar wel een crazy build maken, al dan niet legaal. En dat zijn geen fair fights. Dat zijn mensen die gewoon uw wereld binnenkomen en waar je niks tegen kunt doen. Ja. Ja, je hebt ook een hele PvP-scene natuurlijk, die dat daar zich echt dan op richt en zo. Mm-hmm. Daar ben ik minder in thuis. Maar als je gewoon het spel normaal speelt en je wordt zo random geïnvade door iemand opeens, dat is wel echt een leuk moment zo van, oh fuck, ik moet hier beginnen opletten, want ik zit hier al kei lang, kei ver levend en ik kan hier doorheen gekild worden. Ja, dat is gewoon zo even adrenaline omhoog. En uit je doppen kijken en zo. Er is ook wel wat een etikette die er rond hangt. Als een ander voor je toekomt en die zwaait naar u, het is echt not done om die aan te vallen terwijl het die zwaait. Nu, voor de mensen die een beetje afgeschrikt worden door dat element van invasions, Matthias zei het ook al, dat is enkel als je human bent. Het grootste deel van het spel bent je niet human en je kiest er eigenlijk ook actief voor om dat te worden. Dus zolang dat je die humanity niet aanzet, kun je ook niet geïnvade worden, wat eigenlijk het grootste deel van het spel is. Ja, die invasions, als ik me goed herinner, komt dat ook nog terug in Watch Dogs. Daar zit er zo'n gelijkaardige mechanic in. Dat je aan het spelen bent en dat er dan een andere speler in je game kan komen. Terwijl dat eigenlijk ook singleplayer is. Okay. En die komt dan zo wat data stelen of zo. Dan moet je die tegenhouden. Nou, dat wist ik niet. Cool. Maar ik weet inderdaad, er zijn zeker nog games die het doen. Deadloop zo van recent, heeft dat ook zo'n mechanic, denk ik. Maar ik vind het wel cool. Allee, dat is zo... Ja, geeft een extra dimensie aan het spel. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik het in Dark Souls 1 niet, niet tegengekomen was. Moest je de remaster gespeeld hebben, zou het zeker wat tegengekomen zijn. Ja, oké. Okay. Die had mij misschien kunnen helpen met de skeletten. Ja, of die gingen getoond hebben waar je wel naartoe moest. Ja, oké, dat kan ook. Alhoewel, ik wel moet zeggen, ik vond mijn combatstijl wel nog innovatief. Nadat ik die in één tutorial dude aanvallen had, van hem gewoon van een cliff te duwen. Die ging mij afgemaakt tot en met, en hij achtervolgde mij. Maar kijk. Met tutorial dude bedoelt Simon de NPC die u helpt in Firelink Shrine. De eerste zone van het spel. Die bleef maar babbelen. En ik dacht, kan ik het testen of dat die ook een vijandig kan worden? En... Ja, en het spel is niet vergevingsgezind voor dat soort testen. Hij blijft vijandig. Je denkt, oh, ik ga sterven en hij zal weer flink zijn. Maar nee, hij blijft vijandig respawned en hij komt die gewoon direct weer aanvallen. Ja. Dus we hebben eerst een rondje tikkertje gespeeld. Dat hij een paar keer gewonnen heeft. Dat hij een paar keer gewonnen heeft, inderdaad. En dan hebben we uiteindelijk... heb ik hem van de cliff laten springen, eigenlijk, ja. Ja. Ja, moest dan een echte playthrough zijn, zou ik zeggen, herstart gewoon je spel. Ja, het is toch weer opnieuw. Moest dan een echte playthrough zijn, zou ik dat ook niet zo gedaan hebben. Maar het was niet dus, beste welke limieten dat spel had. Maar dat is wel lijkt het spel die zegt van, niet fucken met mij. Deze is Dark Souls. Ja, ik vind dat wel goed, dat er zo in zit. Mm-hmm. Allee, het zou een beetje jammer zijn als ze zeggen van, het spel is hardcore en het is moeilijk. Maar met de NPC's kunnen doen wat je wilt, bij wijze van spreken. Keuzes moeten gevolgen hebben. Hè. En, Nee, zeker niet. Maar er hangt ook een tactiek aan. Veel van die NPC's bijvoorbeeld, die droppen effectief goede rewards als je ze doodt. Dus iemand niet als je ze van een cliff gooit. Nee, dan zijn je alles kwijt. Maar een ervaren speler die... door het spel gaat en die gewoon die zonder gevoelens of zoiets voor de NPC's, die gewoon goed door het spel wil geraken, die kan echt de beslissing maken, deze NPC, zijn quest, heb ik niet meer nodig, maar ik wil zijn een item, dus die ga ik dood doen. Ja, leg Amarek eruit als een vrouw en kinderen. En zo zijn er effectief armor sets en wapens die je enkel op die manier kunt krijgen. Hè? Ja.
toen dat we het daar straks hadden over mijn playthrough, zei ik wel dat dat eerste stuk shit easy was. Maar dan kwamen we bij de boss. En dat was niet meer shit easy. Ja, uiteindelijk vind ik dat je dat wel goed gedaan hebt. Ik denk dat je je vijfde poging hem kunnen verslaan hebt. Ik denk wel iets meer, maar ik denk wel onder de 10. Ik ging ook 10 gezegd hebben. Wat ja, voor je eerste Dark Souls experience is dat wel echt goed. Maar het ging ook zo heel... Het was een rollercoaster, hè. De eerste keer was het shit, de tweede keer was het al een beetje beter. En er waren af en toe momenten dat ik er gewoon in hing. Alles hing verkeerd. Ja, fuck this. Ja. Maar dat is ook wel. En als jij het is een proces, hè. Ja. Ook in late game, als je naar een bos gaat en je verslaat hier een bos van de eerste keer, dan is dat geen goede bos. Je gaat inderdaad de eerste keer 20% van die zijn HP kunnen afdoen. Ja. En dan slaat hij gewoon op 2 hits dood. Maar elke keer dat je binnen gaat, gaat dat iets beter. En inderdaad, gemiddeld na 5 à 10 keer, soms 20, soms meer, heb je hem dan. En dan, ja. Dat is wel iets waar ik ook wel een vraag over heb. Zijn er boss-encounters die goed zijn, maar dat je toch van de eerste keer kan winnen zonder dat je al al hun movesets kent? Allee, ja, je kan goed zijn in het spel, maar... Ik denk, als je echt goed bent in het spel, zullen er wel bossen zijn die dat je first try gaat killen. Ja, er zijn er. Ik denk dat ik er zo wel eens één of twee heb gehad, als ik de tweede spelen of zo. Okay. Er zijn er zeker die zo eigen mechanics hebben. Maar is dat dan een goede boss? Ja, dat is een andere vraag natuurlijk. Ha, ik moet eigenlijk toegeven, een van mijn meest memorabele herinneringen aan Dark Souls was wel zoiets. Dat was een boss in Dark Souls 3. Die in een optional hidden area zat. En ik kwam binnen, ik begon te vechten met in een boss, maar ik deed die praktisch geen damage. Dus, allee, dat is ook typisch voor Dark Souls. De moeilijkheid ligt echt bij u. Ze gaan niet het gewoon moeilijk maken door een boss een miljoen HP te geven en een miljoen damage te laten doen. Dat is geen toffe difficulty. Dus als je een boss begint te slaan... Het was niet gelijk Simon die tegen een skelet aan het vechten was met zijn gebroken zwaardje die maar 2 damage deed. Ja. Dan moet je eigenlijk weten dat het niet klopt. Ja, Dark Souls gaat nooit zo moeilijk proberen zijn. Nee, het is nooit de nummertjes die daar hoog zijn en zo. Het is de choreografie van de bossfight die je moet leren. En eens dat je die dan zo kunt, dan gaat hem kunnen verslaan. Hm. Ja, exact dat inderdaad. Dus ik begon op die boss te slaan en na 10 hits had ik die nog niet 1% van zijn HP afgedaan. Dus ja, dat klopte niet. Ik liet mezelf doodgaan. Ik probeerde een keer wat verschillende elements. Je hebt ook elemental damage op je wapens zitten, maar dat deed allemaal ook niet veel. Dus ik had wel een idee wat dat zo iets kon zijn. Dus de volgende keer dat ik binnenkwam, liep ik voorbij de boss. En ik begon gewoon in het level. Ik dacht, ik heb hier een item nodig of zo om die boss te verslaan. Dus ik begin rond te lopen en rond te lopen, alle kisten open doen. Die boss begon mij ondertussen te achtervolgen, begon mij aan te vallen door de ramen. Ik mag blijven trappen omhoog gaan, kamers inlopen, dat zat vol met enemies. Maar gewoon overal voorbij sprinten, blijven zoeken. Dat is zo'n chase geweest van 10 minuten of zo. Totdat ik helemaal op het uiteinde van die map kom. En plotseling zie ik zo wat dat je moet doen om die boss te verslaan. Ik denk zo in mezelf, oh ja, dan moet ik dit zo 5 keer doen en dan is dit dood. En ik doe dat en dat was gewoon een one-shot. En dat was gewoon zo even volledige verbijstering. Dark Souls doet nooit zoiets. Allee, dat is altijd zo vrij nuchter, vrij gepaced, vrij... Jij bent maar een mens die aan het vechten is tegen praktisch goden. Maar dat was even zo'n moment dat precies uit een actiefilm kwam, of weet ik veel. Ja, ja. Echt episch. En wat moest je doen? Ik ben nu wel benieuwd. Mag ik het zeggen voor spoilers? Ja. Dus dat was zo'n gigantische draak. En ik dacht, ik heb een wapen nodig om die te verslaan. Ik kom helemaal, dat was in een groot kasteel. Ik begin rond te lopen. Ik kom Hans bovenaan dat kasteel. Ik kan nergens meer naartoe. En ik kijk naar beneden en 100 meter onder mij zit die draak. Dus ik denk, ik moet een jumping attack doen. Mm-hmm. Dus ik spring ervan. Ik sla met mijn zwaard op het hoofd van die draak en die draak is gewoon instant dood. Dat deed 12.000 damage. Ja, wat een episch moment. Ja, ik heb het dan opgezocht en die boss had effectief een modifier voor falling damage die zeer hoog was. Mm, cool.
Ja, dat is wel leuk als je zoiets kunt ontdekken. Mm-hmm. Ja, het spel weet je wel vaak te verrassen, vind ik. Ja. Ook zo met trap design en zo van die dingen. Ja. Ambushes, ja. Je gaat heel veel dood en niet altijd aan enemies. Nee. Nee, Robin, zijn een bossfight bijvoorbeeld ook. Je begint met een bossfight, je denkt, ah oké, de knight, je vecht er een beetje mee. Halfweg de fight, verandert de fight plots. Ja. De transform. Phase 2. Ja. Ja, we hebben dan bijvoorbeeld ook nog even zitten kijken naar een bossfight met Matthias. Halfweg de bossfight stort de arena gewoon in, valt je 200 meter naar beneden samen met een boss en vecht je verder in de put. Ja, dat was wel cool. En inderdaad, je hebt zo het gevoel van, oh, het gaat goed, hè? Die eerste phase lukt precies wel, ik heb de boss wat door. En dan raakt je eindelijk eens ver genoeg door zijn HP-bar om phase 2 te zien, dan is dat opeens weer zo van, terug van het begin. Ja, ja, Matthias, zat je dan een beetje in de put? Oh, Simon. Doe dat niet. Oh. Maar, sorry. Not gonna lie, Dark Souls heeft weird-ass bosses. Ja. Hij is op een Japanse spel. De Japanse boom, zijn, maar testicles, what the fuck? You haven't seen anything. Nee. Maar ook wel echt epische vijanden, vind ik. Allee, zo. Inderdaad, design gaat van hier naar daar en echt all over the place, maar er zijn echt een paar van die echt large-scale gevechten dat echt super episch zijn gewoon. Dan ook zo nog een keer zo die muziek daarachter, zo echt een koor dat aan het zingen is. En, allee, ja. Mm-hmm. Echt alles heeft zo epische proporties, wel, vind ik. Ja, de muziek, dat komt hier gelijk elke aflevering ook wel terug, maar de muziek moeten we eigenlijk ook wel even een keer bij stilstaan. Ik denk dat het in mijn playthrough was dat je zei, als we daar juist in die... Matthias heeft de naam daar juist. Filing Shine. Ja, als we daar kwamen, dat je zei van, en wacht hier nu even en luister gewoon even naar de muziek. Zijn er zo nog momentjes dat echt... Goh, de muziek in Dark Souls, het kan zijn dat ik mij vergis op bepaalde plekken, maar als je gewoon door een level gaat, heb je vaak geen muziek. Oh, ja. Maar als je dan in een bossfight komt, begint plotseling inderdaad zo'n episch, dramatisch, orkestraal nummer echt op de achtergrond. Dat is echt plotseling die adrenaline die opkomt vanaf dat je die muziek begint door. En dat is wel iets zeer typisch. Mm-hmm. De muziek waar ik uw aandacht een beetje op gevestigd heb in Firelink Shine, dat is iets anders. Dat is een heel rustig melodietje. Mm-hmm. Dat begint eigenlijk gewoon een paar noten die allemaal zo heel lang worden aangehouden. Heel sereen. Firelink Shrine is eigenlijk zo'n beetje de centrale hub in gans Dark Souls. Je blijft daar ook naar terugkomen, gans het spel. En is ook zo'n beetje een plek die veilig is. Oh. En je zit dan zo heel lang aan het doorgaan, constant aan het doodgaan. Je komt maar geen checkpoint tegen. Eindelijk raakt het tot gans het einde van 50 enemies. Je doet een deur open en plotseling staat het terug in Firelink Shrine. En begint in de muziek weer. En is even zo... alle spanning die wegvalt van je bent hier veilig. En het is elke keer die muziek die terugkomt. Ah, oké, ja. En vandaar dat zo'n beetje de connotatie heeft van... ah, safety. Ja, maar... ey, dat werkt ook echt op je persoonlijk. Ja. Ik was ooit een keer naar een bepaalde reality-serie aan het kijken. En een van de personages, een van de personen die meedeed, had een moeilijk momentje. Was het de Bachelor? Nee. Oké, het was blind getrouwd. Ik weet het wel aan. Ja. Temptation. Die was voor een interview aan het doen. En terwijl hij zo zijn momentjes aan het vertellen was, begon plotseling op de achtergrond die eerste noot van een liedje van Firelink Shrine. Oh. En ik hoorde die eerste noot en was echt zo... huh? Wat? Echt, en dat is zo onmiddellijk zo die ontspanning, dat thuiskomen, dat zo... Het warme dekentje. Ja, echt. Dat moest zo'n sad moment zijn, maar dat zo totaal tegenovergestelde moment, dat was zo, ja... Allee. Ja, je hebt je eigen geconditioneerd om je veilig te voelen en je goed te voelen als je die noten hoort, eigenlijk. Ja, had jij dat ook? Ik heb ook al in... TV-shows en zo, denk ik, wel een keer iets van Dark Souls terug gehoord. Dat wel, ja.
En ja, ik weet nu niet meer welke emoties dat ik daarbij voelde, maar ik kan, ja, ik voel zoiets bij Firelink Shine inderdaad, daar, als je daar komt, is zo even, deze is uw veilige hub. Mm-hmm. Ja. Dat is misschien ook nog iets om te zeggen, Dark Souls 1, zeker staat erom bekend, die map is eigenlijk niet zo groot. Ze voelt groter, omdat je er eigenlijk maar traag en gestaag doorgaat. Maar die map is zeer interconnected. Het level design van Dark Souls is echt van het beste van wat er is. Dat is subliem. Ja. Je hebt constant het idee dat je zo ver van thuis bent en dat je zo, ik weet niet hoe ver aan het ontdekken bent, maar elke keer dat je een deur opendoet, kom je eigenlijk terug uit op een plaats waar je al geweest bent. Ja, je kunt een uur lang gelijk een grote stelsel aan doorkruisen zijn en zo, en dan opeens een lift nemen en poef, je staat terug in Firelink Shrine. Ja. Zo van die dingen. En dat je denkt van, wat? En, ja. En dat is ten eerste echt mindblowing, en ten tweede ook, je unlockt daardoor shortcuts, waardoor dat je sneller van hier naar daar kunt gaan en zo. Ja. Dus het is echt heel interconnected en... Vooral de 1 eigenlijk, daar blijft mij dat wel het meeste bij. Van een 2 vond ik dat wat minder. Ja. En een 3 kan ik nog niet genoeg... Allee, heb ik niet genoeg van gespeeld om te kunnen zeggen, maar ik denk dat 3 zelfs niet allemaal op één map afspeelt, right? Is 3 niet zo met verschillende mappen? 3 is wat groter, inderdaad. 2 was lineairder. Dat heeft daarom ook wat kritieken gehad. In 3 zijn ze wat teruggegaan naar het Dark Souls 1 mapdesign. Maar het is wel nooit meer zo goed geworden. Ah. Ik weet, in Demon's Souls had je de main hub. En dan had je, denk ik, 5 of 6 portalen naar 5 verschillende werelden. Ah ja, oké. Dus daar was het niet één grote overworld, eigenlijk. Mm-hmm. Is er eigenlijk een in-game map beschikbaar om te zien waar je zit? Nee, of moet het is allemaal opgegeven. Ah ja, oké. Ja. Ook fast travel... In Dark Souls 1 is iets pas dat je op het einde van de midgame unlockt. Ja. Maar eigenlijk mist je het ook niet. Als je een beetje je map en je shortcuts kent, en ik vond dat dat wel goed bleef hangen, dat is er gewoon, ik moet naar daar, en je denkt, dat is de andere kant van de map. Maar je pakt gewoon de shortcut langs daar, je steekt daarover, up, je pakt daar weer een shortcut, en plotseling sta je gans een andere kant, zogezegd, van de map. Op 5 minuten tijd. En dat dwingt je ook om elke keer terug langs die eerdere zones te gaan. En dan voelt je echt hoeveel beter dat je geworden bent. Want jij wordt beter, de enemies worden moeilijker, je blijft eigenlijk altijd struggelen. Maar plotseling kom je terug in de eerste area waar dat je vroeger uren hebt vastgezeten. En plotseling loopt je erdoor alsof dat niks is. Wat ook crazy is, dat je... Allee, als ik over mezelf spreek, zoveel jaren later, ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik het gespeeld heb, maar... Die levels, ik ken die nog altijd bijna volledig van buiten. Dat is echt crazy. Mm-hmm. Ja. En dat is ten eerste omdat die zo goed gedesigned zijn, volgens mij. Maar ten tweede ook omdat je er zo vaak doorloopt. Omdat je zoveel sterft en altijd moet terug van het begin daar moet doorlopen. En er zo, allez, stapsgewijs, een beetje bij beetje iets meer van de map of iets verder geraakt altijd. Je moet het echt zelf ontdekken, hè. Ja, je moet het zelf ontdekken. En er zijn zoveel zijgangen en doodlopende paden en zo, waardoor dat je heel methodisch moet te werk gaan om door die map te stappen. Je moet echt zo een soort van mentale inventaris bijhouden van hier ben ik al geweest, hier moet ik nog naartoe. Dat zijn nog loose ends. Een beetje zoals in Hollow Knight ook, met dat Metroidvania gedoe. Mm-hmm. Je moet zo wat onthouden waar er nog iets was. En daardoor heb je bijna geen map nodig, omdat je echt een soort van mental picture krijgt van heel de omgeving. Maar dat wil wel zeggen dat je het niet een keer 2-3 weken kunt laten liggen. Het en dan weer blijft wel bij. Ik moet zeggen, Dark Souls 3, het was nu bij mij, denk 3 of 4 jaar geleden dat ik het opgezet had. Ik was totaal kwijt waar ik was en ik heb een paar meter gestapt en ik had echt zoiets van, ah ja, juist, ik was hier. En daar waren de 2 gangen waar ik nog naartoe moest gaan. En zo. Het kwam echt allemaal terug. Dat is echt zot. Dat is echt. Het is voor mij ook 3 of 4 jaar geleden dat ik Dark Souls 3 gespeeld heb. En bijna 10 jaar geleden dat ik Dark Souls 1 gespeeld heb. Maar bij jullie playthroughs kon ik perfect zeggen van, hier achter de noek, pas op voor die enemy daar. Mm-hmm. Gaat daar een keer die deur in.
Maar ik geef je wel gelijk. Het is beter dat je het niet te lang laat liggen, denk ik. Want je gaat ongetwijfeld wel zaken vergeten. Mm-hmm. Er zijn sowieso gangen die dat ik nog moest doen, die dat ik niet meer weet. Dus het is sowieso in je voordeel als je dat niet te lang laat liggen. Wat er mij ook opviel, er is een gans level systeem met allerlei upgrades. Ik vond het er super ingewikkeld uitzien. Ja, dat is het ook. Akkoord. Echt. Allee, dat, je krijgt dan levels. Dat vond ik al niet super duidelijk waar dat juist stond op dat scherm. Maar dat was letterlijk gewoon één scherm vol met getalletjes. En dan konden met pijltjes getalletjes verhogen. En dan versprongen er hier en daar wat getalletjes. Maar ik vond echt... Ja, Het is heel overweldigend, hè? Ja. In het begin inderdaad wel, maar als je daar dan zo'n keer een YouTube-filmpje van 5 minuten over opzoekt, of gescrollt, want er is ook een helpknop in het menu, mm-hmm, waar je door alles kunt scrollen, en dan zegt het spel je ook effectief wat dat het doet. Ja, ik vind het persoonlijk eigenlijk niet oké als je een outside guide moet gaan opzoeken of zo, om het spel dat je aan het spelen bent te begrijpen. Dus... Ik ben wel akkoord dat dat heel overweldigend is. En in dat aspect merk je wel nog altijd dat het een Japans spel is, vind ik. Maar zeg maar voort. Er zijn inderdaad wel in-game hulpsystemen. Ja, en zo, ze leggen het u wel uit. En ik vind persoonlijk, als je er een paar uurtjes in het spel zit, dat je wel perfect mee zit met het systeem. Mm-hmm. Dat het geen muur van nummertjes meer is, maar dat je wel zeer goed weet waar dat je... naartoe moet en wat dat je wilt en hoe dat je het kunt bereiken. Mm-hmm. Ja, ik heb mij nooit echt super hard verdiept in al die systemen. En ik moet wel toegeven dat ik het nog altijd wat moeilijk vind om soms te bepalen welk wapen nu de betere keuze is, bijvoorbeeld. Welke de betere stats heeft en zo. Dat is voor mij ook nog altijd niet altijd duidelijk, eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik zeg het misschien inderdaad als je wat meer tijd neemt om die dingen te lezen en zo, dat dat wel duidelijk is. Ja, het is een beetje de identiteit ook van het spel. Hè. We hebben het daar misschien nog niet echt over gehad. Dat is vooral bij Hollow Knight aan bod gekomen. Er zijn zo'n aantal dingen die Dark Souls eigenlijk een eigen genre bijna maakt. Het draait allemaal een beetje, volgens de developer Miyazaki, over ontdekken. Zelf ontdekken ook. Mm-hmm. De lore, die krijg je niet gewoon... voor u. Je krijgt eigenlijk allemaal flarden en het is de bedoeling dat je er zelf een beetje een verhaal van maakt. Ja, dat was ook hetgeen dat je zei. Als ik het spel opstartte, was er zo'n redelijk lange intro cutscene. Het eerste dat hij zei was, ja, geniet ervan, want dat is eigenlijk het meeste lore dat je zo te weten gaat komen. De rest moet je maar zelf uitzoeken. Ja, maar dat is ook een bewuste filosofie. Ook de map, dat gaat echt over exploration, over gaan zelf zoeken waar dat alles zit, welke gang dan naar waar gaat. En ook in die combat is het echt... Ze gaan niet zeggen, hier is een schild, hier is een zwaard, slaat alles een keer dood. Ze pushen u echt om te gaan ontdekken welk wapen dat werkt voor u, welk wapen dat werkt tegen welk bos, welke tactieken dat werken, wil de blokken, wil de dodgen. Je krijgt al die tools en al die stats en al die wapens... En je maakt er iets van en je blijft gewoon proberen totdat er iets werkt. En dat is ook een beetje waarom dat spel moeilijk is en moet zijn. Als je bij elke bos toekomt en je begint er gewoon wat op te slaan terwijl hij op je slaat en hij is eerst dood, ja, dan word je niet gedwongen om dat echt te gaan bekijken en veranderen. Je moet er echt over nadenken en ervoor werken. En proberen ook gewoon. Ja. Je weet dat je gaat doodgaan. Dat is, Dark Souls, de prepare to die, is de slogan. Dat komt zo'n beetje over als, haha, wij zijn een moeilijk spel. We gaan nu een keer laten doodgaan. Probeer het eigenlijk anders te zien. Prepare to die, je weet dat je gaat doodgaan. Je weet dat je gaat falen. Maar in plaats van er je in te zitten frustreren, accepteer het gewoon. Ja. In het begin is dat zeer ambetant van ben je weer al doodgegaan, maar op een bepaald moment maak je echt een klik en je gaat naar een nieuwe bos binnen en is gewoon, ik ga zien wat ik kan leren voordat ik doodga. Je gaat dood en in plaats van te zeggen godverdomme, ik ben dood, je gaat zeggen, waarom ben ik doodgegaan,
en ben doodgegaan omdat ik niet gestopt ben met aanvallen op het moment dat hij begon aan te vallen. Je loopt een tweede keer naar binnen. Je gaat weer dood. Waarom ben ik nu doodgegaan? En zo gaat eigenlijk jezelf als speler verbeteren. Gaat je kansen tegen Dien en Bos ook verbeteren. Maar ik vind dat dat ook wel meeneemt in het echte leven. Dat je als iets niet lukt of zo... Als je dood gewoon dood. Zou je kunnen afvragen waarom ben ik nu dood? Nee, ja, dood gaat uiteraard niet, maar falen in het algemeen, dat je dan eerder de vraag gaat stellen, eerder dan de schuld bij jezelf leggen, of boos zijn op iemand anders, gaat je gewoon beginnen afvragen, waarom is dit niet gelukt en hoe moet ik het de volgende keer doen? Ja, Arno, dat is een mooie link dat je legt. Ja, het is geen spel voor ragequitters eigenlijk. Je moet wel een beetje je cool kunnen bewaren. Maar je leert dat ook wel, vind ik. Ja, ja, zeker. Maar je moet wel met die instelling starten aan het spel van ik ga sterven en ik ga veel iets moeten herhalen en blijven proberen. En de moment dat je er dan voorbij geraakt, is dan zoveel... Dat geeft zoveel voldoening, ja. Ik moet zeggen, ik was blij dat ik wist op voorhand dat het een moeilijk spel was en dat ik veel ging doodgaan door alle memes en dergelijke. Want moest ik dat niet geweten hebben, zou ik wel zoiets zeggen van... Ah, nee. Vergeet het. Dat is niet voor mij. Je gaat ook nooit zomaar dood. Als je doodgaat, is het eigenlijk altijd je eigen schuld. Ja. Ik vind wel, het spel gaat oneerlijke dingen op je afsturen. Het gaat om hoekjes, one-hit killen en zo van die dingen, of je... bijna stunlocken en van die dingen. Er gaan onvermijdelijke doden zijn, deaths zijn, maar je kunt daar wel uit leren en die de volgende keer vermijden. Alles is vermijdbaar. Er is geen ene dood in het spel die je niet kunt vermijden. En inderdaad, ja, de eerste keer dat je iets tegenkomt, is normaal dat je er tegen doodgaat. Maar er zijn bijvoorbeeld... kisten die je opendoet en die gewoon in je gezicht ontploffen of zo van die zaken, dat kun je niet vermijden zonder dat je het een keer hebt voorgehad, snap je? Nee, je komt het een keer voor, maar de keer daarna hadden alle kisten... De keer daarna is het vermijdbaar. Nee, dat is het. Allee, je kunt... Inderdaad, de eerste keer is dat... Ah ja, oké, ze hebben mij. Maar daarna ligt het gewoon aan u. En als je dan doodgaat, je hebt de reflex van gewoon te zeggen, hoe had ik er anders kunnen doen? En doodgaan is eigenlijk ook niet zo'n grote afstraffing, hè? Het is gewoon een beetje progress dat je verliest en enemies die respawnen, maar verlies je anders nog iets? Nee, je bent die punten kwijt en dan moet je die terug gaan oprapen. Ah, dus dat helpt wel, zodat je je niet super slecht voelt voor dan een keer te gaan experimenteren met een andere aanpak. Of... Ja, doodgaan is gewoon ook een deel van het spel. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat we die mechanic misschien nog niet volledig hebben uitgelegd. Kunnen verwijzen naar de Hollow Knight. Ja, het is redelijk gelijkaardig. Maar dus je verzamelt souls en zo, terwijl je elke enemy dat je killt, krijgt je wat souls, dat is je currency. En wanneer je sterft, laat je die ook vallen op de plaats waar je gestorven bent. En dan spawnt je eigenlijk terug in de laatste bonfire waar dat je aan gerust hebt. En op dat moment zijn alle enemies terug. Moet je heel het level eigenlijk bijna volledig opnieuw doen. En als je dan aan je plaats van je dood geraakt, krijg je je souls terug. Als je nog eens sterft en daar niet geraakt bent, dan zet je ze voor altijd kwijt. Ja. Maar ook daar, prepare to die. Weet dat je gaat doodgaan. Loop niet met 100.000 souls op zak een nieuwe boss fight binnen. Altijd nadenken, inderdaad. En altijd op je hoede zijn en risk-reward afwegen en dat soort dingen. Hè. Ja. Als je een volledig nieuwe area binnenloopt met superveel souls en dan gaat het dood, je hebt dat risico zelf gepakt. Maar het is de essentie van het spel ook, zolang dat je blijft proberen, kun je het halen. Ja. Dat komt ook wat terug in de lore. Ik weet niet of we het over het verhaal moeten hebben. Nog even over dat blijven proberen. Ik weet niet of dat iedereen in staat zal zijn om het uit te spelen. Maar ik denk wel dat de meesten het met genoeg doorzettingsvermogen wel gaan halen. Ja. Nee, en doodgaan is echt een onderdeel van het spel. Het is niet jij die als speler haalt, maar jij die als speler beter gaat worden. Ja. Oké. Dan misschien nog kort een keer over de lore hebben. We hadden al gezegd dat er eigenlijk vrij weinig lore echt aan u verteld wordt. Dat je het echt gewoon zelf moet zoeken. Maar in grote lijnen, het verhaal,
Allee, misschien de eerste vraag is, Dark Souls 1, 2 en 3, zijn dat echt qua lore ook sequels? Of zijn dat wel, zijn dat spelletjes in hetzelfde universum, maar hangen ze niet echt aan elkaar? Nee, dat gaat effectief door één verhaal. Ah ja, oké. Okay. Met wat tijdsverschil. Demon's Souls en Bloodborne bijvoorbeeld, dat zijn echt aparte universums. Met hun eigen lore en zo. Ja, dus de lore wordt inderdaad niet gewoon allemaal verteld. Dat gaat eigenlijk een beetje terug naar Miyazaki zelf ook. Als kind was hij volledig in de ban van die westerse middeleeuwse fantasy en hij las heel veel boeken. Maar die boeken waren allemaal in het Engels en hij sprak niet zo goed Engels. Hij probeerde dat toch en hier en daar begreep hij wel zo een paar woorden, maar zo flarden van het verhaal verstond hij niet. Dus hij vulde dat dan zelf in en hij maakte daar een beetje zijn eigen verhaal van. En dat heeft hij ook proberen te doen met Dark Souls. Dus overal droppen ze zo wat flarden van een zeer groot, zeer uitgediept verhaal. En het is eigenlijk aan de spelers om dat zo zelf een beetje uit te vullen. En wij kunnen dus dezelfde dingen tegenkomen en dan toch een ander verhaal rondmaken. Dat is wel zoiets typisch voor de lore. Ja, dat is weer zoals in Hollow Knight ook, die environmental storytelling ook vooral. Hè? Ja, zeker. Dus ja, heel goed opletten op de omgevingen en de scènes en de namen van objecten enzovoort. En zo alles eigenlijk een beetje in elkaar laten vallen. Mm-hmm. Er zijn wel mensen die zich echt bezighouden met de lore. Het zijn zo'n aantal YouTube-kanalen. Vati Vidya bijvoorbeeld komt in mij naar boven. De Ashen Hollow hebben denk ik ook. Die eigenlijk een volledig kanaal opgebouwd hebben met al die achtergrondverhalen proberen samen te plakken. Eigenlijk alle item descriptions en conversations met NPC's beginnen samen te plakken en zo eigenlijk verschillende verhalen er wel kunnen uithalen. En zo, ja, komt er toch een beetje consensus over wat dat het verhaal eigenlijk is. Mm-hmm. Cool. Ja, het is altijd leuk om zo die lore dingen te checken, want ik vind het altijd heel moeilijk om zelf een compleet beeld te krijgen. En als dat zo'n beetje community-funded is, waardoor dat er veel ideeën samenkomen, krijg je toch wel een iets completer beeld van heel het verhaal. Ja, en wat dan tof is, als je bijvoorbeeld een bepaalde quest of een bepaalde boss gedaan hebt, je hebt zowel een beetje een idee wat er daar gaande is, door de environment inderdaad. En als je dan naar zo'n filmpje gaat kijken, dan beginnen ze wel veel puzzelstukjes in elkaar te vallen van daarom dat en daarom dat. Ja, en ook zoals gezegd, heel veel item descriptions ook, hè, in dit spel. Dus alles wat je opneemt, heeft een beetje lore, tekstje, dat je kunt lezen en zo. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar als je daar de tijd voor wilt nemen, dan ga je heel veel van de lore ook op die manier kunnen. Dat vertraagt natuurlijk wel het spel wel aanzienlijk, hè. En als je dat niet wilt, hebben die YouTube-kanaal die eigenlijk alles voor u samenzetten in een filmpje van 15 minuten bijvoorbeeld. Ik wil misschien een voorbeeldje geven uit Bloodborne. Dat is misschien niet super relevant voor deze serie. Dat is niet waar het over gaat, hè. Ik weet het, maar het is heel gelijkaardig. Op een bepaald moment krijg je een soort van muziekdoosje van een of andere NPC. En in die description van dat item staat er van dat van de moeder en de vader is van dat meisje. Een muziekdoosje en dan de namen ook van die ouders, Viola en Gascoigne. En een tijdje later kom je een bos tegen en die heet Gascoigne. Dus als je die twee dan kunt samenleggen, heb je zo weer iets van lore bijgeleerd en zo. Maar ook, je kunt dat musicboxje gebruiken. En als je dat doet tijdens die bossfight, dan gaat hij ook echt even stunt zijn van hé, dat muziekje ken ik. En dat geeft je dan ook een voordeel in het gevecht. Ja, en ook een voordeel echt voor u als je die puzzelstukjes in elkaar kunt leggen. Dat is wel cool. Ja, voilà. Dus dat soort lore dingetjes, als je heel oplettend bent, kun je daar ook je voordeel mee doen. Dus ik vind dat wel super cool. Ja. Maar goed, dat is Bloodborne, dus. Nee, maar zeer interessant voorbeeld, Kustani. Ja, voilà. Dat vond ik ook een hele leuke, inderdaad. En zo leert iedereen die er toch een beetje bij, hè? Kijk eens aan. Arno, ja? Hoe ben jij bij Dark Souls uitgekomen? Goh, ik heb daar niet echt een goed verhaal over of zo. Vaak had ik een spel uitgespeeld en was ik op zoek naar een nieuw spel.
En als je dan begint op te zoeken naar wat zijn goede spelletjes, ja, vaak kwam ik wel op Dark Souls uit. Mm-hmm. En dan keek ik wat reviews van Dark Souls. En dat was gewoon van, ja, je gaat veel dood en het is moeilijk. En ik dacht, ja, waarom zou ik dat willen spelen? Dus zo, ja, eigenlijk, omdat ik hoorde dat het moeilijk was, nog veel ging doodgaan en ik kwam van andere spelletjes waarin dat niet zo was, dat eigenlijk nooit gekozen of zo. Totdat ik dan op een bepaald moment toch een beetje de leap of faith genomen heb, van ja, als dat echt zo'n goed spel is, zou ik het dan toch maar een keer proberen. In het begin ook miserabel geweest, totdat je plotseling die klik maakt van... En je mentaliteit verandert echt tijdens het spelen. En eerlijk gezegd, nu kan ik alleen maar zo'n spelletjes nog spelen. Als het spel makkelijk is, dan wordt het saai. Ja, ja. Als je er gewoon doorloopt en je duwt gewoon op ene knop om alles te verslaan. Dus, en dan ook, toen dat Dark Souls 2 en 3 uitkwam, ook van de eerste keer gekocht dan? Ja, die waren al uit. Dark Souls 2 was ook al uit toen ik begon met Dark Souls 1. Ik heb dat vrij laat gespeeld, ook omdat ik het lang heb laten liggen. Ja, ja. En terwijl dat ik Dark Souls 1 aan het spelen was, is Dark Souls 3 denk ik uitgekomen. Ondertussen had jij dan ook al een Kickstarter gebacked voor een boardgame? Ja, de Dark Souls boardgame heb ik inderdaad ook. Ja. De Dark Souls cardgame heb ik ook. De Lone boardgame heb ik ook. Hij is al ingegaan op zijn fandom. Capturen die games als een beetje de essentie van Dark Souls? Of is het vooral op de lore dat ze leunen en herkenning? En de bosses en zo. Ik denk dat Bloodborne, de boardgame, meest aansluit bij de spelletjes. Maar dat kan ik niet echt zeggen, want ik heb Bloodborne zelf nooit kunnen spelen omdat ik geen PlayStation 4 heb. Mm-hmm. De Dark Souls boardgame wijkt wat af, maar het is een degelijk spel op zichzelf. Ja. Ja. Ja, misschien nog even over wat dat Dark Souls dan zo goed maakt. Waarom dat we zo blijven naar terugkeren, ondanks het feit dat het toch moeilijk en ja, lastig is of zo. Mm-hmm. Is de reward die je krijgt als je dan zo'n boss eindelijk kunnen killen hebt. Ik kwam ook van de... Het voelt goed. Ja, hè? Dopamine. Ja, als je zo... We hebben het net ook over God of War gehad. Dat was dan ook een van de eerste action RPG's geweest dat ik speelde. Permanent worden dat zo wat gerusht met dopamine. Zo permanent flashy acties. Ah ja, duw op die knop. En ondertussen gebeuren fantastische schermen. Ze geven je zo permanent zo dat dopamine gevoel. Maar door al die jaren zwakt dat wat af. En Dark Souls doet dat toch op een andere manier. Hebben toch echt zelf verdiend. En zeker zo een boss dat je 20, 30 keer moet proberen hebt. Je hebt echt elke aanval onder de knie. Je doet je dodges perfect. En je hit die dan echt juist op het laatste moment en die is eindelijk dood. Dat is toch een gevoel dat je niet zomaar met een ander spel kunt recreëren. Ja, je gaat jezelf als speler heel goed voelen en zo echt het gevoel van I did this en ik heb hiervoor gewerkt en ik ben goed. Zo dat gevoel. Ja, ja, het spel gaat de verantwoordelijkheid van al die dingen ook bij de speler gaan leggen, maar dat zorgt er dan ook voor als het eindelijk lukt, dat ook wel door u is dat het gelukt is. Niet omdat je een lucky draw had hebt, of weet ik veel. Het is echt jij die het gedaan hebt. Mm-hmm. Wat vonden jullie ervan? Wel. Ik ben heel benieuwd wat erop in gaat zeggen. Ik heb al een keer gespeakt op Steam. Ik heb gezien dat niemand verder gespeeld heeft. Ik heb Dark Souls 3 jaren geleden gekocht, maar ik heb het nooit gespeeld, omdat ik vroeger met eigenlijk een versleten keyboard en muis zat. Mijn muis, bij één keer klikken op de linkerknop, klikte die 1, 2, 3 of 4 keer. Oei. Mijn rechtermuisknop werkte amper. Als er mensen het kunnen op een Dance Dance Revolution mat, dan kun jij het ook, Robin, kom op. Mijn scrollwieltje, als ik naar beneden scrolde, dan ging die soms naar beneden, soms naar boven, whatever. En mijn keyboard gaf totaal geen feedback, niet meer. Het was alsof ik op een nat washandje aan het wat? Als er luisteraars zijn die Robin willen sponsoren. Ondertussen heb ik wel een nieuwe keyboard en muis, maar had ik het nog altijd niet gespeeld.
Dus toch niet meer sponsoren in dat geval. Nee, dat is niet meer nodig. Maar toch, bedankt Arno voor mij toch de aanzet te geven voor Dark Souls 3 eindelijk een keer te spelen, want ik vond het eigenlijk best wel tof. En ik heb het nog niet uninstalled. Oh. Dat is al een stap. Ja, yes. Dat is al een stap. Dat is al meer dan mij. Simon. Ik hou de deur open voor het in de toekomst wel nog een keer te spelen, want ja, ik vond het wel tof. Ja, wel, ik ben blij van dat te horen. Want na de vorige aflevering was ik wel bang dat het niks voor u ging zijn. Ja, omdat het geen first-person shooter was. Nee, omdat je zo het doodgaan niet altijd leuk vindt. Ah, ja, zo. Ja. Omdat het in de 21ste eeuw is uitgebracht. Nee, maar dat is goed om te horen. Geef het, voordat je het wegsmijt, geef het 6 uur, 8 uur de kans. Je hebt nu allebei alleen maar de tutorial gespeeld. Ik heb het... 6 uur is niks. Ja, ik heb het geïnstalled, maar het is niet omdat ik het niet tof vond, want op zich vond ik het al nog leuk, vond ik het spelen. Maar de 1 vond ik een beetje te oud eruit zien. Mm-hmm. En ik zeg het, ik had echt moeite met de knoppen, maar goed, dat kun je leren. Dat is, daar zet je over. Maar met dan de 3 te zien van Robin, ben ik wel nog in mijn hoofd van de 3 een keer te spelen. Het enige dat mij dan wat tegenhoudt, is dat ik het jammer vind dat ik de 1 en de 2... dat ik daar misschien iets ga missen of zo. Dus misschien dat ik eerst daar een keer een recap van opzoek of zo. En dat ik er mij dan een keer aanzet. Maar, op zich van ik heb het verhaal van 1 en 2 gemist, maakt niet zoveel uit, denk ik. Want je gaat het verhaal waarschijnlijk toch maar half begrijpen. En zo. Maar je gaat het verhaal van de 3 ook missen. Als je in principe wel. Tenzij dat je echt heel, heel zot je daarin gaat verdiepen. Maar ik denk dat sowieso een beetje... Mm-hmm. Secundair is het verhaal. Ja, wel, maar kijk, ik moet zeggen, ja, het staat wel op mijn lijstje van nog te spelen games. Dat is een lijstje dat alleen maar groeit wel. Dus als ik er ooit heel veel tijd heb. Dus het is daarom ook een beetje dat ik jullie 1 en 3 laten spelen heb. 1 is echt het spel der spellen. Dat is echt gemaakt op een niveau dat volgens mij niet meer geëvenaard is. Dus daarom dat ik het jullie wel de aanzet daarin wil geven. Maar ik wil je toch ook 3 tonen, wat 3 inderdaad er iets moderner en beter uitziet. Ja, verfijnder. Hè. Ja. 3 is ook iets flashier qua animations. Mm-hmm. En 3 heeft ook iets meer quality of life dan dat de 1 had. Als je het aan kunt, zou ik wel nog altijd aanraden om te beginnen met 1, gewoon omdat het echt zo'n goed spel is. Maar... speelt dan de remaster in plaats van de originele. Ja, of als je de originele speelt, er is een mod uitgebracht, DSFix, die eigenlijk al die visuele problemen en zo verbetert. Dus je speelt dan op 60 fps, in fullscreen, en de lighting en zo is ook verbeterd. Dus dat scheelt ook wel een pak. Ja, okay. Als jullie nog willen verder spelen voor de luisteraars, Dark Souls 1 heeft de beste map... misschien van elk spel ooit, als ik zo bescheiden mag zijn. Het is gewoon echt een classic. Dark Souls 3 is visueel iets aantrekkelijker. Geeft u van in het begin fast travel, is iets minder punishing in sommige gevallen. Is zo iets toegankelijker misschien dan Dark Souls 1. Elden Ring is ook wel een aanrader. Ja, ik wou het zeggen. Ik denk eigenlijk, als je helemaal... nog geen ene gespeeld hebt en je wilt gewoon even de beste experience, zou ik gewoon Elden Ring doen. Ja. Elden Ring is eigenlijk een beetje gericht op de Ubisoft-fans, op de open world-fans, om die een beetje in het genre te krijgen. En Dark Souls 2 bestaat ook. exact. Neusje van de bende. Om Disney te parafraseren, we don't talk about Dark Souls 2. Oké, goed. Kijk, dan gaan we het hierbij houden. Arno, bedankt voor de introductie voor mij en Robin in Dark Souls. En Robin en Matthias, bedankt voor er ook bij te zijn. Jij ook bedankt, Simon. En Arno. It was a me.
Jullie bedankt voor de Instafame en de gift voucher van Steam van 200 euro. Die komt nog. Die komt nog. Nee, als longtime fan, tof om hier ook een keer te zijn. Longtime fan. Oh, we hebben hem gevonden, onze ene fan. Ja, nee, goed. Voor alle andere luisteraars, nog altijd, zoals elke keer, liken, delen, sharen, retweeten, posten. Al de social media buzzwords. SMS'en aan 0495. Ja, en natuurlijk ook de gele briefkaart niet vergeten. En dan gaan we hier afronden. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Hè. Bedankt. Hallo. Bye. Bye.